De Spatial Planners Association Suriname, SPASU, heeft op woensdag 11 maart een openbare discussie georganiseerd. De discussie, die is ingeleid door een panel, had als thema ruimtelijke planning in relatie tot toekomstige ontwikkelingen. Tijdens de discussie is door diverse sprekers aangehaald dat Suriname de toekomstige ontwikkelingen aan kan. Echter vinden ze dat een goede planning hierbij van groot belang is. Panellid Siwnat Naipaul, hydroloog, haalde aan dat de ontwikkeling de vooruitgang van elke sector betreft. Daarbij moet rekening gehouden worden met de gevaren die gepaard kunnen gaan met deze ontwikkelingen. De gevaren die in feite op ons afkomen, op de gevaren waarmee we bezig zijn. En wie allemaal heeft ook een heeft te maken met klimaatverandering, heeft te maken met biodiversiteit, heeft te maken met het verliezen van groen, heeft te maken met alle SDG-doelstellingen. Ja. En daarmee zijn we bezig in feite. Dus plannen moeten ook daartoe gericht zijn. En dan heb je alle actoren mee die in de financiën hebben, die allemaal bijdragen. Maar ze moeten ook wat terug kunnen zien. Vandaar de situatie dus. Het panellid Lloyd Kotzebue, stedenbouwkundig architect, was teleurgesteld dat geen enkele politieke partij aanwezig was op de discussieavond. Er is namelijk gesproken over de verdere ontwikkeling van het land en hoe SPASU daaraan een bijdrage wil leveren. Ik denk dat SPASU toch wel nader verkiezingen doet. Wat meer agressiviteit, misschien ook nog een meeting gaan plannen. Waarbij het zal veel meer tijd voor verder om bij de partij langs te komen. Maar een planning is een ongoing proces. Om dit stukje eye-opener over de beschikbaarheid van SPASU bij de komende regering. Maar uiteindelijk moet het gewoon starten. Dat zaadje wordt gelegd. En als het in de afgelopen 20 jaar niet is gedaan, dan ik heb toch geloof dat de regering die komt, dat die week moet worden gemaakt om dus de behoefte aan planning, de noodzaak aan planning, dus duidelijk te kunnen maken. Stedenbouwkundig architect Lloyd Kotzebue. Hij was afgelopen woensdag een van de panelleden bij de discussieavond ruimtelijke planning in relatie tot toekomstige ontwikkelingen. De discussieavond is gehouden in de aula van het IGSR-gebouw.